Goedemiddag allemaal. Volgens mij staat hij niet aan. Volgens mij nu wel. Ja. Goedemiddag allemaal. Ook voor de mensen die online meekijken via Facebook of die dit misschien terug gaan kijken via Christ Channel. Goedemiddag. Vandaag ga ik het hebben over luisteren naar de geest. En ja, voor de mensen die misschien de Bijbel bij zich hebben, zou ik misschien aanraden om even de Bijbel erbij te pakken. Want ik ga wat Bijbelteksten voorlezen. En dan kunnen jullie zelf ook hierin meelezen. Nou ja, waarom zouden wij willen leven vanuit de geest? Dat is een goede vraag, want sommige mensen, wij zijn allemaal christenen. Of die geloven, maar die misschien niet de geest echt geloven in de geest, of dat echt veel mee bezig zijn. Maar als wij dit niet doen, leven vanuit de geest, leven we vanuit onze eigen zin, wat we zelf willen doen, en dit leidt tot de dood. Zoals in Romeinen 8, vers 6 tot en met 7 mooi geschreven staat, het doen van uw eigen zin leidt tenslotte tot de dood, maar de kracht van de Heilige Geest brengt ons leven en vrede. Onze eigen zin gaat recht in tegen de wil van God. Hij onderwerpt zich niet aan Gods wet en kan dat ook niet. Mensen die alleen maar hun eigen zin doen, kunnen God dan ook niet tevreden stellen. Want als wij de eigen geest willen hebben, dan hebben wij allereerst geloof in Jezus nodig. Dus als mensen de Heilige Geest zelf willen ervaren in hun leven, dan hebben wij Jezus als basis nodig. Want zonder God, Jezus en de Heilige Geest zouden wij voor eeuwig dood zijn. Want zoals in Romeinen 3, vers 10 tot en met 20 geschreven is: voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand. Er is niemand verstandig, er is niemand die echt zijn best doet om God te vinden. Alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Zij zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. Wat uit hun mond komt, stinkt naar zonde en dood. Ze gebruiken hun tong voor leugens en bedrog. Hun lippen spuwen dodelijk vergif. Hun mond is vol vervloekingen en hatelijkheden. Zij staan meteen klaar om te doden. Waar zij geweest zijn, laat zij een spoor van verwoesting en ellende achter. Ze weten niet hoe zij in vrede moeten leven. Ze hebben geen enkel ontzag voor God en ze houden geen rekening met hem. Het is duidelijk dat deze woorden in het bijzonder gelden voor de Joden, die Gods wet hebben. Zo wordt iedereen de mond gesnoerd en gaat niemand vrij uit. De hele wereld is schuldig tegenover God. Ook al houdt men zich aan de wet, dan nog gaat men voor God niet vrij uit. Het enige wat de wet doet, is de mens bewust maken van zijn zonde. Maar er zijn dus, ik vind het een mooie samenvatting, want ook voor de Joden, die natuurlijk door Jezus heel erg lief gevonden, die Jezus natuurlijk heel erg lief heeft, en God heel erg lief heeft, toch zegt hij hierbij dat zelfs zij Jezus nodig hebben. En door alleen het volgen van de wet, dat ze er nog niet zijn. Dus ook voor de mensen die misschien zelf dit lezen, of die dit kijken en de Bijbel lezen, maar misschien nog niet Jezus aan hebben genomen. Dat je komt niet alleen door de wet te volgen bij God. Want wij kunnen die wet niet volgen. Dat lukt ons niet, we maken fouten. Maar wij kunnen dus wel het eeuwige leven krijgen en niet voor eeuwig doodgaan door Jezus aan te nemen. Want Jezus neemt ons weg uit de greep van de zonde en heeft ons bevrijd. Als wij de Heilige Geest willen ontvangen, hebben wij eerst geloof nodig in Jezus en in zijn bloed en het verzoeningsoffer van God. In Romeinen 3, vers 21 tot en met 26. Maar nu is aan het licht gekomen dat God de mens buiten de wet om vrijspraak wil geven. Daar is in de boeken al op gewezen. Deze rechtvaardigheid voor God wordt bereikt door op Jezus Christus te vertrouwen. Dit geldt voor alle mensen die in hem geloven,
wie zij ook zijn. Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Maar God is zo goed en vergevend hun weer aan te nemen, zonder dat het hun iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend. Omdat Jezus Christus hun uit de greep van de zonde heeft bevrijd. God heeft Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer. Door zijn bloed zal de mens, wanneer hij gelooft, God rechtvaardigheid ontdekken. God gaat namelijk voorbij aan de zonden die eerder gepleegd waren, om uiteindelijk in deze tijd te laten zien hoe rechtvaardig hij is. Dat doet hij door iedereen die in Jezus gelooft vrij te spreken. Nou, dat is natuurlijk geweldig, want als wij Jezus niet hadden gehad, dan zouden wij nooit van onze zonden vergeven kunnen worden. Niet volgens de wet. En dit is ook echt een goede reden, ook voor de Joden, om zeg maar Jezus aan te nemen. Want door Jezus aan te nemen, heeft de zonde geen macht meer over ons. Maar wat betekent dat nu in de praktijk? Dat de zonde geen macht meer over ons heeft. Nou, dit wordt verder beschreven in Romeinen 6 vers 1. Maar wat betekent dat nu? Dat wij zouden moeten gaan zondigen om daardoor meer genade van God te krijgen? Geen sprake van. Als gelovigen zijn wij dood voor de zonde. Waarom zouden we dan nog zondigen? Weet u niet dat een ieder die in Christus Jezus gedoopt is, met hem één is geworden in zijn dood? Die doop in hem was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. Wij zijn dus één met hem geworden, één dood, één in de dood en één in leven. We weten dat de persoon die wij vroeger waren niet meer leeft. Amen. Die is met Christus aan het kruis gestorven. Zo is er afgerekend met de wezenlijken van de zonde. De zonde heeft niets meer over ons te zeggen. De zonde heeft geen macht over een dode. Als wij met Christus gestorven zijn, geloven we dat we ook met hem zullen leven. Wij zijn er zeker van dat Christus, nu hij uit de dood is opgestaan, niet meer zal sterven. Hij heeft de macht van de zonde eens en voor altijd gebroken. Zijn leven is een leven voor God. Beschouw uzelf daarom als de dood voor de zonde. Nou, dit is wel een belangrijk stuk, want zoals hier beschreven wordt, als wij de Heilige Geest ook zelf willen ontvangen, dan moeten wij natuurlijk ook eens zijn met Christus. En hier wordt echt duidelijk beschreven van als wij sterven met Christus, dat zijn wij op het moment dat wij, of als wij één willen worden met Christus, dat wij gedoopt moeten worden, net zoals Jezus Christus. Want op dat moment worden wij één met hem. Dus er zijn natuurlijk mensen die geloven in de kinderdoop en misschien niet de volwassen doop doen. Maar ik zou toch de mensen, als ze dit zouden lezen, toch willen motiveren om toch misschien te overwegen om jezelf te laten dopen. Want vooral ook als je de Heilige Geest wil ontvangen, dan wil je ook één zijn met Christus. Jou toch van God, je wil gered worden. Dus ik wil mensen ook daarmee aanmoedigen van overweeg het, denk erover na en doe het. Alleen als je je dus laat dopen en één bent geworden met Jezus, leef je voor God. En dit wordt verder beschreven in Romeinen 6 vers 11. Omdat u één bent met Christus Jezus, leeft u nu voor God. Laat de zonde dan niet meer heersen in uw sterfelijke lichaam. Wees geen slaaf meer van uw slechte begeerten. Stel geen enkel deel van uw lichaam ter beschikking van de zonde. Als iets waarmee u gestorven bent, om nu met hem te leven. U bent immers dood geweest. En weer levend geworden. Laat God dan ieder deel van uw lichaam kunnen gebruiken om goed te doen. Het is uit met de macht van uw zonde over uw leven.
U valt niet meer onder de wet die gehoorzaamheid eist, maar onder de genade van God. Okay. Hoe zit het dan? Mogen wij dus zondigen, omdat wij niet meer onder de wet vallen, maar op de genade van God vertrouwen? U weet wel beter. Als u bij iemand als slaaf in dienst komt, moet u doen wat hij zegt. Hij is de baas over u. Of de zonde is uw meester, met het gevolg dat u de dood tegemoet gaat, of God is uw meester, met het gevolg dat u vrijgesproken wordt. Maar dit is ook wel een heel belangrijk stuk, want God vraagt ons eigenlijk om onszelf op te offeren aan God. Op het moment dat wij één zijn geworden met God, zijn wij niet meer van onszelf, maar hebben wij ons leven gegeven aan God en is Hij onze meester. Dus wat God van ons vraagt, is als wij zijn geboden en zijn werken uitvoeren uit gehoorzaamheid en ons eigen wil, onze eigen zin, zeg maar, de dingen die we graag willen doen, dat eigenlijk alleen maar tot dood leidt. Dus eigenlijk zijn wij constant in een conflict. Alleen God vraagt van ons om naar Hem te luisteren. En dat is ook een goede reden waarom dat je de Geest nodig hebt, zodat God tegen jou kan spreken en dat jij kan doen wat God van jou vraagt. God vraagt dus ook als wij een instrument willen zijn van rechtvaardigheid. En dit zouden we dan ook moeten willen nastreven om gebruik te kunnen maken van de Heilige Geest. Wij zijn rechtvaardig verklaard door onszelf te hebben laten gedoopt en geloven, vertrouwen in de naam van Jezus, die voor onze zonde gestorven is en weer opgestaan is uit de dood. Door de doop en daardoor samen met Hem te zijn begraven en opgestaan. Hierdoor worden wij rechtvaardig gezien door Christus die voor ons gestorven is. Nu zullen sommige mensen misschien het verhaal van Abraham, die gerechtvaardigd werd door zijn geloof, benoemen. Maar als antwoord erop zullen alleen door het leven volgens de wet en geloof niet voldoende zijn. Zoals in Romeinen 8 vers 3 benoemd werd, het was voor de wet niet mogelijk te bevrijden, omdat zij stuk liep op de zwakheid van de menselijke natuur. Daarom heeft God zijn eigen zoon als mens in het zondige bestaan gestuurd om ons te bevrijden van de zonde. Heeft hij het oordeel van God op zich genomen. Dus voor mensen die dat zouden willen zeggen van God heeft zichzelf zijn eigen zoon gegeven, want wij als mens zijn te zwak om de wet volledig na te leven. Wij mensen zijn niet in staat om dat dus zelf te doen. We hebben Jezus nodig. Dus ook voor de mensen die Jezus nog niet hebben aangenomen, maar wel zeggen te geloven, waaronder Joden, je bent nog niet gered. Sterker nog, je bent zelfs niet gered door alleen te geloven. Pas op dat je niet alleen denkt gered te zijn door te geloven in Jezus en in God. Want in Jacobus, hoofdstuk 2, vers 14 tot en met 24, wordt gezegd dat geloof zonder werk, daden, dood is. Broeders en zusters, wat voor zin heeft het te zeggen dat u christen bent als dat niet blijkt uit wat u voor anderen doet? Kunt u door zo'n geloof gered worden? Als uw vriend niet genoeg te eten krijgt en bijna geen kleren heeft en u zegt hem het beste ermee hoor, vat geen kou en zorg dat je niet verhongert. Is dat toch zinloos als u hem niet geeft wat hij nodig heeft? Het is wel duidelijk dat geloof alleen niets te betekenen heeft. U moet het ook laten blijken uit wat u doet. Amen. Geloof dat niet uit daden blijkt, is geen geloof. Het is dood en zinloos. Iemand zou kunnen zeggen, och, hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt. De een legt de nadruk op het geloof, de ander op de daden. Wel, als dat zo is, hoe kunt u mij dan geloof laten zien? Als dat niet uit uw daden blijkt, ik zal u mijn geloof laten zien uit wat ik doe. Durven sommigen van u nog te beweren dat geloven alleen genoeg is? Gelooft u dat er maar één God is? Dat is goed. Maar dat geloven de boze geesten of demonen ook. En zij beven voor angst voor hem. Dwazen,
Wanneer zult u ons leren dat geloven geen zin heeft als u niet tegelijkertijd ook doet wat God van u vraagt? Geloof dat niet met daden samengaat is geen echt geloof. Weet u niet meer dat God, onze voorvader Abraham, rechtvaardigde om wat hij deed? Hij gehoorzaamde, zelfs al hield dat in dat hij zijn eigen zoon op een altaar moest offeren. Ziet u wat ik bedoel? Hij geloofde God en deed precies wat God van hem vroeg. Zijn geloof werd pas echt geloof door wat hij deed. In de boeken staat het zo. Abraham geloofde God en daarom beschouwde God hem als rechtvaardig. Als een rechtvaardig mens. God noemde hem zelf zijn vriend. Hieruit blijkt dus dat een mens gered wordt door wat hij gelooft en door wat hij doet. En voor de mensen die het misschien horen, die denken misschien dat dit een aanval is op hoe je gelooft. Dat is het echt niet. Maar ik zeg dit ook niet om over jou te oordelen, want ik zelf kom ook tekort. Het enige waarom dat ik dit zeg is uit liefde, omdat ik graag wil dat jullie allemaal gered worden. Want degenen die dit niet zullen doen of niet zullen aannemen, zullen niet gered worden. Nou, leven en geloven volgens de geest. Alleen als wij leven volgens de geest, zoals verder in Romeinen 8, 12 tot en met 14 beschreven staat. Doordat u met Christus Jezus verbonden bent, geldt voor u de nieuwe wet. De wet van de geest. De wet van het leven. U bent losgemaakt uit de wurgende greep van de zonde en bevrijd uit de macht van de dood. Het was voor de wet niet mogelijk te bevrijden, omdat zij stuk liep op de zwakheid van de menselijke natuur. Dat heb ik net ook eerder gelezen. Nu wordt aan de wet voldaan, want wij doen niet meer onze eigen zin, maar laat ons leiden door de Heilige Geest. Wie zijn eigen zin doet, denkt en leeft alleen op natuurlijk vlak. Maar wie zich door de Heilige Geest laat leiden, denkt en leeft geestelijk. Het doen van uw eigen zin leidt tenslotte tot de dood. Maar de kracht van de Heilige Geest brengt ons leven en vrede. Onze eigen zin gaat recht in tegen de wil van God. Hij onderwerpt zich niet aan God, Gods wet, en kan het ook niet. Met u is het anders. Op het moment dat wij Jezus hebben aangenomen, u doet niet meer uw eigen zin, maar u laat u leiden door de geest. Tenminste, als de God van geest in u woont. Als u de geest van Christus niet hebt, hoort u niet bij hem. Als Christus in u woont, is uw lichaam weliswaar onderworpen aan de dood door de zonde, maar de geest is uw leven. Omdat u God als rechtvaardigheid beschouwt, als de geest van God in u woont, heeft dat ook gevolgen voor uw lichaam. God heeft Jezus uit de dood opgewekt. Wel, doordat zijn geest in u woont, zal hij ook uw sterkelijke lichaam levend maken. Amen. Dus, broeders en zusters, zijn wij aan onze eigen zin niets meer verplicht. Wij hoeven er niet aan toe te geven. Als u zich door uw eigen zin laat leiden, zult u sterven. Maar als u zich laat leiden door de Heilige Geest en uw eigen zin prijsgeeft, zult u leven. Want allen die door de Geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. En dit is dus de belangrijkste reden waarom dat wij de Geest van God nodig hebben. Dus als antwoord op uw vraag is dit het juiste antwoord. De Heilige Geest is daardoor heel belangrijk voor ons om gered te worden. Als wij dat niet doen, gaan we onze eigen zin. En dit gaat in tegen de wil van God. Zoals ik net eerder al voorgelezen heb, dan zullen wij niet het eeuwige leven ontvangen. Maar als wij wel de Heilige Geest hebben en volgen, dan zullen wij voor eeuwig leven. Want wij worden dan kinderen van God genoemd. En nu zullen vele mensen zich misschien afvragen van, hoe krijgen we de Geest van God? Door te geloven in Jezus Christus. Dit staat beschreven in Efeze. In Efeze 1 tot en met 13. En niet alleen wij, maar ook u, die de waarheid hebt gehoord, het goede nieuws dat uw redding is, toen u in Christus ging geloven, gaf God u de Heilige Geest. Die had hij beloofd als een bewijs dat u van Christus bent. Dus op het moment dat wij in Christus gaan geloven,
Dat is het moment dat wij ook de Heilige Geest van God ontvangen. Maar hoe weet je nou zeker dat je de Geest van God hebt? Nou, want sommigen hebben Jezus echt wel aangenomen, maar ervaren het misschien nog niet in zijn leven. Maar denken misschien van, heb ik dan niet de Heilige Geest gekregen? De Heilige Geest kan gezien worden door mensen die dit uitstralen. Zoals genoemd in Galaten 5, vers 22. Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Daarnaast geeft God ons de gaven die beschreven staan in Jesaja 11. De geest van de Heere zal op hem rusten. De geest van wijsheid en inzicht, van raad en kracht. De geest van kennis en van ontzag van de Heere. Wees daarom ook niet bang om deze gaven van de geest te gebruiken. Want dit kan enorm gebruikt worden in Gods koninkrijk. En God vraagt dat ook van ons om voor hem te werken. In Romeinen vers 12. Of in Romeinen 12, vers 6 tot en met 8. De gaven die God ons heeft gegeven zijn verschillend. Wie namens God moet spreken, doet dat naar het geloof dat hij daarvoor krijgt. Wie moet helpen, krijgt daar de kracht voor. Wie moet onderwijzen, krijgt de gaven om te onderwijzen. Wie anderen moet aansporen en bemoedigen, krijgt daar de woorden voor. Wie iets moet uitdelen, krijgt de gaven om eenvoudig te blijven. Wie leiding moet geven, krijgt daar de wijsheid voor. Wie zich ontfermt over mensen die het moeilijk hebben, doet dit met opgewektheid. Deze gaven, of het fruit voor de geest die ik benoemd heb, wil ik zowel de mensen die online kijken, maar ook voor de mensen die hier nu zitten, vragen om bij jezelf na te gaan en aan God te vragen, wat kan ik doen voor u, Vader? Welke gaven heb ik? En deze gaven en vruchten van God te gaan gebruiken in zijn koninkrijk. Zodat wij mogen laten zien dat wij kinderen van God zijn. En zowel door ons geloof en deze werken verwelkomd te mogen worden in zijn koninkrijk. Want zoals God zei in Jacobus 2 vers 24. Zoals een lichaam zonder geest dood is, zo is ook geloof zonder daden dood. Dus op het moment dat wij deze gaven gaan gebruiken en gaan werken voor Gods koninkrijk, zijn geest, gaan luisteren naar zijn geest, zullen wij niet doodgaan en zullen wij het eeuwige leven krijgen. Maar er is ook nog iets anders. Ik zou bij jezelf ook langs gaan wat bij jou van toepassing is en je kunt er altijd voor bidden en de Heilige Geest uitnodigen. Weet wel dat zonden de geest uitdoven. Deze werken de geest tegen of verzwakken ze, zoals ook benoemd wordt in Galaten 5, vers 19 tot en met 20. Het is duidelijk wat de zondige natuur voortbrengt. Dus dit zijn kenmerken waaraan je het aan kan herkennen van als dit op jezelf van toepassing is, waarom dat je de geest misschien niet goed kan horen. En bepaalde zonden hiervan zijn overspel, ontucht, vuiligheid, losbandigheid, afgoderij en spiritisme, haat, ruzie, nijd. Voor de komende 3 maanden geen afspraken gevonden over spiritisme. Nijd, drift, rivaliteit, oneenigheid, sectarisme, jaloezie, dronkenschap, onmatigheid en meer van deze dergelijke dingen. Ik heb u al eens eerder gezegd dat de mensen die dit soort dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen ontvangen. Dit zijn een paar dingen die je geest kunnen verzwakken of doen uitdoven. Daarom zou ik ook willen zeggen van ga de geboden van God opzoeken in de Bijbel en naleven. Zo word je weer één met God, want dit is noodzakelijk om in de geest te blijven. Maar hoe blijf je dan in de geest van God? In Johannes 15 vers 4 tot en met 9 zegt hij: blijf dicht bij mij, dan blijf ik in jullie. Net zoals een rank alleen maar vrucht kan dragen als hij aan de wijnstok zit, kunnen ook jullie alleen maar vruchtbaar leven als jullie in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in mij blijven en ik blijf in jullie,
brengen jullie veel vrucht voort. Amen. Want zonder mij kunnen jullie niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een waardeloze rank en zal verdorren. Samen met andere dorre ranken wordt hij in het vuur gegooid en verbrand. De hel onder andere wordt daarmee bedoeld. Maar als jullie één met mij blijven en mijn woorden niet vergeten, kunnen jullie vragen wat jullie willen en het zal gebeuren. Door veel vrucht te dragen, bewijzen jullie mijn leerling te zijn. Daardoor wordt duidelijk hoe glorierijk mijn Vader is. Zoals de Vader van mij houdt, houd ik van jullie. Zorg dat je in mijn liefde blijft. En hoe blijf je dan in zijn liefde? Dat doe je door je aan mijn geboden te houden. Want de Vader is van mij blijven houden, doordat ik mij aan zijn geboden heb gehouden. Leef vanuit zijn liefde. Nou ja, dus als mensen zich afvragen van hoe blijven wij in God en hoe blijven wij in de geest, is door dus de geboden van God te blijven naleven en dat na te blijven streven en te luisteren naar de geest, wat de geest zegt, zijn werken uit te voeren. Dus ik weet dat het misschien voor sommige mensen misschien veel informatie is geweest, maar ik hoop wel dat jullie er wat van hebben mogen opsteken. En ik hoop ook echt dat jullie dit gaan toepassen in je eigen leven, zodat jullie van het eeuwige leven morgen mogen genieten. En ik zou ook aanraden van, als het misschien te veel was, van kijk deze dienst terug, want het komt ook op Christ Channel. Dus als het misschien te veel was geweest of je denkt van het gaat misschien te snel, dan kun je het altijd weer terugkijken en blijf dicht bij God. En ik wil jullie graag bedanken voor jullie aandacht en jullie nog een gezegende dag toewensen.